Hoi, welkom bij een nieuwe video op Vraag het Suus. En niet zoals je anders wacht, een bullet journal video. Maar ik ga puin ruimen. Oh. Dat was mijn telefoon die nog aan stond. Ik ga puin ruimen, want ik heb dit hele super fijne etui. Maar het is te klein. Dus ik heb er één bij. Een lichtere kleur. Hier gaan al mijn pennen in. Potloden, dat soort zaken. En in die andere gaan alle viltstiften en kleurpotloden. Tenminste, ik hoop dat het past. Maar dat gaan we ontdekken. Dus ik zou zeggen, we doen nu de intro. En dan gaan jullie kijken naar hoe ik de zooi ga opruimen. En de zooi, dat is het. Thank you.
Nou, terwijl de storm hier achter me tekeer gaat, moet ik dit er nog even afhalen. Eens kijken of dat lukt met een beetje een babydoekje. Het is gewoon van een lijmstift. Ik heb eigenlijk nog niet geprobeerd om het eraf te krijgen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk dat het met een stikkerverwijderaar makkelijker gaat. Ik ga even een stikkerverwijderaar pakken. Zo. Geen idee of dit makkelijker wil. Nee, ik veeg het alleen stuk nu. Dat is jammer. Nee, ik laat het lekker zitten. Voor het verder beschadigd. Jammer dan. Het is niet zo anders. Wat zit erin? De potloden van Deco Time. De complete set. De egale gelpennen. Dus zonder glitters of wat dan ook. Dit zijn viltstiften. Hele fijne. Maar daar heb ik niet helaas alle kleuren van. Alleen de groene tinten. Een paar losse edit. Van pennen van Edding. Brushpens. Die zijn heel fijn. Maar één zo'n stift is heel duur. Dus ik heb er maar drie. Een paar losse stiftjes. Dit is van Aquamarine. Hoe heet dat? Nee, het heet niet van Aquamarine. Het is van ik weet niet meer hoe zij heet. Zij is ook Bullet Journal ook. En dit zijn haar stiften. Die zijn super fijn. Dit zijn gewoon kleurpotloden of kleurviltstiften. Heel fijn. Dus ze hebben een fijn lijnenpunt. En aan de andere kant een brushpen. Dus dat is wel heel erg fijn. Dan heb ik nog een paar andere viltstiften. En dit zijn dikke stiften met een platte punt. Ook fijn. Dat is zeg maar de viltstiftenmap. Die kan dicht. En dat vind ik het ideale aan deze. Je kunt het gewoon helemaal dicht maken. Dan heb je er ook geen omkijken meer naar. Het valt er niet uit. Je raakt niks meer kwijt. En je hebt geen rotzooi meer. Dat vind ik ideaal. En dan heb ik er nog één. En die is voor mijn pennen. Die is een beetje meer grijsblauw. En daar zitten in wat fijnliners. In allerlei kleuren. De pasteltintjes die ik gekregen heb. Hier heb ik ook nog een zwarte en een blauwe van. Maar die heb ik eigenlijk altijd mee naar school. Twee andere hele fijne pennen. Een Edding roller. Dan een stuk leeg. Ja, ja. Dan van Pigma brush pens in medium. Fine brush. Nog een fine brush, een bold brush en medium brush. Dan mijn vulpennen waar ik mee schrijf. Drie kalligrafeerstiften van de Action en drie iets duurdere kalligrafeerstiften. Gebruik ik niet heel veel. Allerlei soorten potloden en allerlei hardheden, grafietdiktes, etc. Deze gebruik ik het meest. Het is gewoon een heel simpel HB potloodje. Samen met deze. Die is ook erg fijn. En dan gaan we naar de pennen. Dit zijn de Staedtler fineliners. Die vind ik echt super fijn. Twee micron pennen. Een micron brushpen. Gel pennen. In zilver, wit en goud. En dit zijn wat Chinese pennen. Deze heb ik gekregen van Sarah. Deze is van AliExpress. Dat zijn allemaal brushpennen. Dit is een Tombow. En nog een andere Tombow. En een blauwe Tombow. De 0,35 fineliners waar ik heel graag mee schrijf. En dit is een 0,5 fineliner. En mijn fijne gummetje. Nou, en dan heb ik kan ook deze boek kan dicht. En ik vind dit echt super ideaal. Dus ja, ik hou ervan, zeg maar. En nu is het grote voordeel. Alles is netjes. En ik kan aan de slag. Geweldig. Ik heb helemaal geen pen, hè? Nee. Valt reuze mee. Heel veel. Ze liggen nu daar.
echt heel veel, hè? Ja. Ik weet het, maar ik gebruik ze dus ook echt. En dat vind ik het leuke eraan. Ik heb nu wel weer lekker ruimte in mijn laadjes, want ik had nog best heel veel in mijn laadjes liggen. Ik had alles natuurlijk hier op een berg liggen. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind dit ook wel een super tof kleurtje. Dus ja, wat dat betreft, het is gewoon wel heel erg lekker dat alles nu georganiseerd is. En dat ik gewoon aan het werk kan en dat mijn werkplek gewoon weer netjes leeg is. Mijn laptopje staat klaar. Met één van deze twee boekjes ga ik volgende week aan de slag en iets leuks maken. En ik ga jullie nog niet vertellen wat. Maar ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Ja, dan is het nu gewoon tijd om deze video af te sluiten. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Weer is heel iets anders. Lekker opruimen. Ik hou ervan. Ik wens je een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je hem 's avonds. Slaap lekker. Heb mooie dromen. Ik zie je graag terug morgen in een nieuwe video. Tot dan!